Hé, hey, daar komen de motors. Daar zet je van je zadel voor op. En daar zit je van je zadel in. Dan hebben we uitgenodigd een speciale gast, een grootheid in motorland inmiddels, Paul van Oog. Paul die heeft een wereldreis gemaakt. Paul die heeft een reis gemaakt van het uiterste noorden van Amerika naar het zuidelijkste zuiden van Amerika. Daar heeft hij behoorlijke tijd over gedaan, op een hele oude koes. Dus ik geef even woord aan Paul. Paul van Oog. Dus ik ben, dat is al een tijdje geleden jongens, in 2005 heb ik besloten om mijn leven een soort wending te geven. Ik ben ook een freelance journalist geweest. Ik vond dat ik een andere kant op moest. Ik wilde de vrijheid opzoeken. Dus daar ben ik zo beter door. En ik ben ook gewoon vertrokken. Ik zou voor een jaartje gaan. En uiteindelijk 3 jaar onderweg geweest. Een plaatsje Dead Horse. Als je nog een verrekijker bij je hebt, dan kan je bij wijze van spreken de Noordpool zien. En ik ben toen Ushuaia gereden, dat is de zuidelijkste stad op aarde. Is er een restaurant, het Veerhuis, dat is na de sluis bij Engelen. Daar kun je heerlijk, helaas niet op het terras zitten, maar wel eten. Het kan zijn dat sommige Garmin's, tijdens de route dubbele route lussen weergeven. Dan moet je gewoon negeren. Dat gewoon de route vervolgen en dan komt het vanzelf goed. En ook... Ja, ik moest nog niet voorgesteld worden. Heel lang jou die. Dankjewel. Walter is onze forum, mede forumbeheerder. Kom maar even bij, Bert. Je bent een groot machine. Bert Minnekes, alom geprezen moderator. Peter Meijer, die net het woordje heeft gehouden als route-expert. Dames van de ontvangst, Jenny en Claudia.
En dan willen we eigenlijk nu overgaan tot iets officieels en iets wat ik persoonlijk heel erg leuk vind elk jaar weer, voor de derde keer dit jaar. Dat is de overhandiging van de check van de Klinieklaus. Daarvoor wil ik graag meneer Bouwhuis even uitnodigen als ambassadeur van de Klinieklaus. We hebben de eindstand is niet bekendgemaakt op het forum, althans de laatste eindstand was 2200 euro. En in de envelop bij de kinderen zit de ingepakte envelop en, of de check, en die mogen jullie aan deze meneer komen overhandigen officieel. En dan mag de meneer hem uitpakken en het verdrag bekendmaken. Dankjewel. En zoals de nieuwsgierige kinderen dat al doen. Die rapt ze hem nog meteen af, hè? En wat op hier maar 5000 euro staat. Wat er op je cheque staat. 3000 euro. Dames en heren, ik zal het heel kort houden. Ik kan hier wel een uur praten over de Klinieklaus en de activiteiten die door de Klinieklaus gedaan worden. 3000 euro die jullie bijeenbrengen is meer dan fantastisch. Namens de kinderen, want daar doen we het allemaal voor bij de Klinieklaus, namens de kinderen en de stichting Klinieklaus, heel, heel hartelijk dank. Dank u wel. Ik neem aan dat de check in de galerij komt te staan in Amersfoort. Ja. We hebben er nog één van vorig jaar, die krijgt u ook mee.